De laatste uh, zeg maar stukje gesprek wat wij hebben gaat over uh, muziekkeuze en muzieksmaak. Mm -hmm. Nou, uh, waarom heb jij gekozen voor Miley Cyrus met Jolien? Ik vind het altijd dat het met alles in het leven vind ik het leuk als, als het niet helemaal volgens de regels gaat en als je goed luistert naar de tekst, ja. dan is het echt een hele bijzondere, Spannende. Ja, ja, een hele lieve. Ja, Laat. maar ook de, de manier of tegen wie ze het zingt. Weet je? Dat is natuurlijk ja. niet het meest gangbare. Ja. En ik vind Miley Cyrus een fantastische zangeres. Ja, oké. Okay. En het is ja. een mooie sessie natuurlijk. Hè? Ja, absoluut. Dan uh, John Mayer met Free in, Want dat is eigenlijk van uh, John Tom Petty, hè? Ja, nou, ik ken deze versie heel goed. Die zit ik okay. graag heel hard aan. Ook omdat hij ja, muziektechnisch gewoon uh, lekker binnenkomt. Ja. Vol uh, volume in de auto. Ja, de tekst, de betekenis, de interpretatie... Lekker. Ja. Veldhuis en camper met Ravijn. Ja, er zit een stuk in dat liedje. En dus als je op de rand staat dat het uitzicht het mooiste is. Ik vind eigenlijk gewoon altijd dat iedereen net soms die grens over moet gaan. Dan val je naar beneden. Ja, maar dan krijg je dus free fall in. <laughs> <laughs> ja. Hey, nee, je moet gewoon, je moet, je moet, ja, grens durven opzoeken. Je moet dingen durven doen. En daar sluit het liedje gewoon naadloos op aan. Ja, kijk je Wie is de Bol? Nee. Oh. Want uh, Remco Veldhuis is net meteen de eerste uitzetting. <laughs> nee, die kijk ik niet. Ik niks okay. zien. Snelle met uh, In de schuur. Gas geven. Je ja. hebt zelf uh, het erin in hand. Hè? Ja. Eh, gewoon doorgaan. Jij bepaalt. Niemand anders. Eigen tijdse plaat. Ja. Katy Perry met Rise. Ja, is ook weer de tekst. Hij is goed. Ik vind hem qua muziek ook goed. In de auto doet hij het ook lekker op vol volume. Dus... Uh, <laughs> Jij, als jij een plaat hoort, luister je dan eerst naar de tekst ja, of uh... de combinatie? Toch wel. Ja. ja. Maar tekst altijd. Ik weet precies wat ze zingen. Ik kan ook bijna alle nummers meezingen. Hmm, leuk. Raccoon, de echte vent. Ja, ik ben al jarenlang fan van Raccoon. Ik ben hmm. ook naar heel veel concerten geweest. Ja? En ah, ik hoopte na de eerste Nederlandse plaat dat ze dat gingen doen. Toen zeiden ze: dit was de enige. Nou ja, toen kwamen er een paar nieuwe. Ja, deze vind ik fantastisch. Dus Sluit ook weer aan op de rest, eigenlijk, de betekenis, met name. En ja. Imagine Dragons, whatever it takes, daar kan ik me iets bij voorstellen. Ja, toch? Ja, nou, die knalt <laughs> ja. de auto uit. Ja, hè, als dat is aan fantastisch. De muziek, de tekst, de, de, het gevoel wat, wat er meekomt. Het, uh, het is gewoon de topplaat. Zeker. En uh, weet jij nog wat de eerste plaat was die jij uh, ooit <laughs> ja. waar je geld aan hebt uitgegeven? Ja, dat was een single in de, in de Free Record Shop. Ik had toen dat nog kon. Hè, ja. Van Nathalie in Bruclia Torn. Mooi. En maak jij zelf muziek? Ik heb het altijd gewild. Ik heb het ook echt heel vaak geprobeerd. Examenvak, muziek gedaan, kan noten lezen, kan alles. Maar ik krijg het niet voor elkaar om mijn vingers te laten doen wat er op papier staat. Dus piano heb ik geprobeerd, gitaar. Het is niet gelukt. Maar wel, je kunt dus wel noten lezen ja. en, en je kunt dan ook horen in je hoofd wat de ja. muziek is. Ik kan zelfs de akkoorden op de piano, dat gaat ook. Maar ik krijg het niet voor elkaar om er een liedje van te maken. Oh, joh, wat zonde. Ja. Ja, nou ja. Heel snel nog eventjes. Je, je zei iets over concerten, um, dat je daar naartoe bent geweest van Raccoon. Ja. Dat is ook je favoriete groep. Ja, vind ik leuk. Oké. Okay. Heel leuk. We zijn er alweer doorheen. Ik vond het hartstikke leuk, Kim. Ik ook. En um, ik wens jou heel veel succes met het uh, verdere uh, uitbouwen van je netwerkgroepen. Nou, de ambitie en, uh, is groot genoeg. Dus uh, ja. 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 Nou, wij gaan elkaar vaker zien. Absoluut. En uh, sowieso ook op de barbecue. Dat is een heel goed plan. Juist. Goed vooruitzicht. En bedankt ook Jan-Pieter voor de geweldige uh, invalbeurt die je hebt gedaan. Beterschap aan Marcel Moerman, die ziek was. Want, of ziek is, daarom staat Jan Pieter hier. En het ging geweldig. En toch uh, wel fijn om zulke collega's te helpen, hebben. Volgende week is mijn gast Edwin Schriemer. Hij is uh, directeur van uh, TopMeet. En uh, dat is een uh, dienstverlenend bedrijf voor administratie en van alles en nog wat. Uh, detachering, noem maar op. En uh, daar gaan we even naar luisteren wat hij allemaal doet. Maar hij is daarnaast ook nog eens heel hoog uh, bezig met badminton. Uh, Organiseren. Dus leuk. We gaan het horen. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.